Dan gaan we naar Den Bosch, waar even snel een hapje eten voor een groepje vrienden eindigt in een straatroof. Het begint allemaal hier in Rosmalen, waar de vrienden hebben afgesproken. Want ze hebben honger. Het is rond de klok van 2:00 s'nachts. Het is dan dinsdag 27 juli. Een van de vrienden staat al bij de McDrive zijn bestelling te plaatsen. Hij is dan ook nog even in het gezelschap van twee meisjes. Ze zijn wat met elkaar in gesprek, waarna de meisjes weer vertrekken. De politie wil deze meisjes graag spreken. Zij kunnen hele belangrijke getuigen zijn. Even later komen de andere twee vrienden één voor één aan bij de bestelpaal. Ze bestellen wat, kletsen wat en dan is iedereen even buiten beeld. Wij wouden naar McDonald's Rosmalen toe fietsen om gewoon wat te eten. En daarna wouden we gaan chillen bij die vriend van mij thuis. Niks aan de hand, zou je zeggen. Ze eten wat en het is eigenlijk best gezellig. Totdat een andere jongen zich ineens bij hen aansluit. Ja, we kwamen een vriend van een vriend van mij tegen, zeg maar. Dus we waren op een gegeven moment gewoon met z'n drie een beetje gezellig aan het praten, een beetje aan het eten. En toen kwam die andere gozer erbij en toen stonden we op een gegeven moment gewoon met z'n vieren. Eerst was het gewoon gezellig met z'n vieren praten, zeg maar. Gewoon. Niemand kende hem. Meteen ontstaat er een grimmige sfeer. Tandjes eruit slaan. De jongen gedraagt zich nogal agressief. De vrienden proberen de vervelende sfeer een beetje weg te lachen. Hij vroeg aan ons waar wij heen gingen. En wij zeiden naar Empel. En hij zei, ik kom met meeliften. Hey, ik ga met jullie mee. Dus hij zat bij mij achterop. En die vriend van de vriend van mij zat bij mijn vriend achterop op zijn fiets. Het blijft een beetje gek voelen. Daarom besluiten de vrienden dan maar naar huis te gaan. Alleen, de agressieve jongen raken ze niet zomaar kwijt. Daar gaan ze. Niet meer met z'n drieën, maar met z'n vieren fietsen ze via de Mammoet in de richting van de Balkbrug Oost. Zo zijn ze een paar minuten aan het fietsen voordat ze hier uitkomen. In de buurt van dit appartementcomplex aan de Balkbrug Oost. En daar gaat het fout. Bij de grasheuvel gaat het vreemde gedrag van de jongen gewoon verder. Toen vroeg die gozer opeens aan mij van, kan ik een jointje draaien? En toen dachten wij van, eigenlijk liever niet, maar ga maar je gang. Echt een jointje. Ja. Eerst wil hij een joint roken. Dan wil hij ineens iedereen fouilleren. Maar ik wil jullie nog wel even fouilleren. Uiteindelijk willen de vrienden eigenlijk maar één ding. Zo snel mogelijk weg. Dan gaat het fout. Kom maar gaan. Toen haalde hij zijn pistool uit zijn tasje, schoot hij één keer in de lucht en zette hij hem op mijn hoofd. En zei hij van, dit is geen grap. Telefoon hier. Telefoon geven. Telefoon geven. Met de spullen van de jongen gaat de dader er dan weer vandoor. Hij rent terug in de richting waar hij vandaan kwam. En dan is hij weg. Een schokkende gebeurtenis voor de jongens. Omdat ze de agressieve jongen maar niet kwijt konden raken. Maar zeker ook omdat één van hen een pistool op zijn hoofd kreeg. Op dat moment zelf ging niet echt heel veel door me heen, zeg maar. Maar gewoon heel machteloos gewoon. Want ja, je weet natuurlijk niet wat hij gaat doen. Want je kent die persoon niet. Misschien is hij wel gewoon zo gek dat hij de ding overhaalt. Dus ja, heel machteloos gewoon. Om de dader te kunnen vinden hebben we uw hulp nodig. Daarom eerst zijn signalement. Het gaat om een nogal jonge, licht getinte dader. Hij wordt op zo'n 16 jaar geschat. Hij is rond de 1,70 meter lang en heeft een wat brede, puntige neus. Hij droeg zwarte schoenen, een zwarte trui en een trainingsbroek met blauwe ritsen. En een opvallende Fendi-pet met zwart FF-motief. Als het signalement u iets zegt, misschien wel in combinatie met de bewakingsbeelden, laat het ons dan weten. En we zoeken ook getuigen. Mensen die mogelijk iets gezien hebben. Of misschien zich dat groepje van vier wel herinneren. Maar we zoeken ook hele specifieke getuigen. En dat zijn deze twee meisjes. Zij waren die nacht van 27 juli ook in de buurt van de McDrive in Rosmalen. Het kan goed zijn dat ze de dader misschien wel gezien hebben. Zij kunnen dus hopelijk meer over hem vertellen en zo helpen deze zaak op te lossen. Weet u wie de meisjes zijn? Of kijk je misschien zelf? Neem dan contact met ons op. Het is echt belangrijk dat je dat doet. Want iemand die met een geladen pistool rondloopt en er ook nog mee schiet, die moet echt gevonden worden. Telefoon hier. Telefoon geven. Bam. Telefoon geven. Een hapje eten dat eindigt met een pistool tegen het hoofd. Het overkwam een groepje van drie vrienden in Den Bosch. En toen kwam die andere gozer erbij en toen stonden we op een gegeven moment gewoon met z'n vieren. Gewoon, eerst was het gewoon gezellig met z'n vieren praten, zeg maar. Tandjes eruit slaan. De dader sloot zich bij hen aan,
fietste zelfs met ze mee vanaf de McDonald's in Rosmalen tot aan de Balkbrug Oost in Den Bosch. Hij staat nog net op beeld als hij bij een van de vrienden achter op de fiets zit. Heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? Ben jij een van deze twee meisjes? Dan ben je een belangrijke getuige. Neem contact op. Geef al uw tips door via de opsporingstiplijn 0800 6070. Anoniem blijft u via 0800 7000. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.